Van altijd pijn in mijn rug. Nou, nou, wel meer dan 14, misschien wel 20 fysiotherapeuten. Het zoeken met uh, röntgenfoto's. Uiteindelijk ook na nou, jaren, dan toch die MRI-scan krijgen. Waarbij ze niks vinden, dan maar chronisch gegeneraliseerde rugpijnen noemen. Leren er maar mee leven. Hierover, jongetje, 80, 100% afgekeurd. Zoek het maar uit. Ik die echt jarenlang wil zoeken naar uh, wat die pijn dan is, maar... Uh, ja, ik heb eigenlijk niet meer geholpen moet worden en het er eigenlijk ook maar mee moet doen. En het dan ook maar gewoon mee gaat doen. Maar wel uh, iedereen die vindt maar dat ik wel kan werken, wel dit kan doen, wel dat kan doen. Dat dan niet mee kunnen leven met wat er allemaal aan de hand wat er speelt. Niemand die helpt. Om uiteindelijk dan die stomme bromtoon te krijgen. Als ik net alles tevreden ben. En dan maar leven. Even de pijn in mijn rug, en in mijn nek. Dan begint die bromtoon. En andere mensen horen dat niet. Andere mensen geloven wel dat ik er last van heb. Maar geholpen. Nee, weer, mensen kunnen weer niet helpen. Uiteindelijk moet ik daar ook uh, weer in mijn eentje allemaal overheen komen. En, uh, Weet niet, placebootjes, het spirituele. Is in één keer die bromtoon uh, met meditaties. Weet ik veel, dood geweest of zo. Ben uh. ik uh, in een van de Witte Arena geweest. Uh. De Negende Hemel, de Shanti Records. Alles wat ik daar al leer, mee heb gemaakt. Uh. Ja, de mensen die. Niemand gelooft het eigenlijk. Een beetje mensen zien het dan maar. Ja, geloof jij dan maar in je dromen? Eigenlijk wordt daar ook niet echt naar geluisterd, niet echt geholpen, niet echt bijgestaan. Al die mensen die maar doen alsof ze spiritueel zijn, maar niemand die dingen inziet of zo. Al die mensen die gelovig zijn, maar ook dingen niet zien. Ik krijg het allemaal in mijn eentje moeten doen. Al die corona begint en. Uh, en in één keer lijken er wel mensen te zijn die willen resoneren. Maar uh, in een wachtkamertje allemaal vragen stellen, alle antwoorden onthouden. Uh, ja, lang iedereen uh, op mijn script het aan het napraten. Niet alleen Chris, niet alleen dingen met alles wat ze uitnodigen. Veel meer die, uh, die informatie. Ondertussen uh, al die 50 plus teamjes. Al dat. Uh, als ik een lijf maak, is die daarna weer geblokkeerd, omdat uh, iemand iets getekt heeft. Wat totaal niks te maken heeft met. Uh... Ja, het wordt weer geblokkeerd en zo. Eerst moet ik gewoon zien dat ik buitengesloten word nadat ik voor de leeuw gegooid word. Want ik zag dat mensen niet spiritueel waren, waar het werd ingekleurd na gecontroleerde oppositie. En blijkbaar zijn ze allemaal van dezelfde organisatie. Is het gecontroleerde oppositie, is het staalme overheid? En hebben ze zoveel regels bij mij overtreden? Hebben ze zoveel emotionele drama, onzin willen plakken aan mijn bewustzijn, dingen aan mijn zintuigen willen geven? Van de ene drama naar de andere drama: ben ik een uh, terrorist, ben ik een racist, ben ik een narcist? Is het mijn ego? Maar alles wat ik doe en belachelijk meegemaakt wordt. Worden er andere mensen gekopieerd, een beetje veranderd en uh, sommige mensen maken er gewoon iets slechts van. En God blessed niet. Uh, een hele video maken en aan het einde is er dan een tekst wat over Jezus gaat en dat staat dan in beeld. En uh, wat is dit? Oh Jezus, doe me wel weg. Zoveel blessed it wat overal is. En niemand die dat maar ziet... Word ik eigenlijk gewoon weer niet bijgestaan, word ik weer niet geholpen. En dat is eigenlijk gewoon de vierde keer: de vierde keer dat ik helemaal in mijn eentje rakbadden moet, helemaal in mijn eentje omhoog moet komen. is Niemand die helft hoor. Al die spirituele mensen die niet zien wat er is. Al die mensen die doen alsof ze shamanen zijn, niet doorhebben wat er is. Al die mensen die praten over een hoger bewustzijn en zo, niet doorhebben wat er speelt, omdat ze er allemaal bij horen. Gisteren heb ik mijn man hier gehad en ik heb haar ook gewoon maar uitgelegd. Want met haar, voor hun, ouders is precies hetzelfde Het is niet de innerlijke liefde die je krijgt. Mensen willen doen met een uh, cadeautjes, met een ditje, een datje. Wat ik echt wel kan gebruiken, maar uh, bij mij is gewoon het innerlijke. Uh, waar ik, uh, en wat er allemaal door mij heen gaat en uh, noem maar op. En ik merk gewoon aan alles. Dat ik, ja, zoals ik, zeg, ik heb mijn ouders, mijn moeder ook gewoon uitgelegd het zijn mijn ouders, maar ze zijn niet meer mijn vader en mijn moeder. God is nu mijn vader. Uh, hij is de enige. Uiteindelijk kom je bij hem terecht als niemand wil luisteren, als je het alleen moet doen. En ik heb geen zin om uh, depressief te doen. Ik heb geen zin om met de emotionele onzin en zo bezig te zijn. Mensen niet naar... Ik geef gewoon geen vak meer om mensen die geen vak om mij geven. En ondertussen is het alleen maar liefde wat ik uitstralen. Een onbekende of Ik kan liefde geven. Dat, dat blijf ik doen. Ik kan gewoon mezelf blijven. Maar het is wel... Uh, iedereen die maar negatief hangt. Iedereen die maar niet wil bijstaan. Niet wil helpen. Iedereen die spreekt van liefde, maar geen liefde kan geven. Iedereen die doet zoals met liefde zijn, maar uh, met niks kunnen helpen. Zoveel mensen dat ik eigenlijk gewoon alles open en bloot mijn hele hart heb gelucht. Maar, maar wie... Wie is politie aan het bellen van wow? Of mijn vriend of mijn zoon, maar iemand die ik heel goed ken, iemand die echt vet spiritueel is. Die wordt gewoon echt zijn dromen afgepakt. Er worden dingen van hem gestolen, hij wordt belachelijk gemaakt op internet. Het is echt uh, gangstalking en shit dingen. Zijn telefoon kan hij niet op WhatsApp komen, zijn andere telefoon, zijn nieuwe. Valt continu uit, moet hij, weer op, moet hij weer inloggen met zijn paswoord en zo. Al die gekke dingen wat speelt. is voor mij gewoon alles bij elkaar. Ben ik er gewoon achter gekomen wat mensen niet hebben. Wat ik geef en graag terug wil krijgen. Dat zegt niet dat ik niet ga blijven geven wat andere mensen mij niet kunnen geven. Ik betekent gewoon dat ik nu allemaal verrotte mensen om me heen heb waar ik gewoon niks aan heb en dat maar ook gewoon wegzet. Mensen die hier binnenkomen en gewoon totaal niet geïnteresseerd zijn in waar ik mee bezig ben. Wat hebben we? Ik heb geen tijd meer voor, uh, voor jouw onzin dan ook. Ik ben echt klaar met uh, alles en iedereen, want ik, uh, ja, ik ben heel naïef dan of zo. Hè? Ik geef mensen liefde die het eigenlijk uh, niet verdienen. Ik heb te veel zo gedaan naar mensen die volop in hun ego hangen. Met hun eigen hoofd in hun kont rondlopen. Het licht wat in hun zit als een of andere bouwlamp boven zichzelf hangen. Mensen die alleen maar met het ego, met geld en de materie bezig zijn. Mensen die maar niet doorhebben wat er innerlijk speelt. De oorlog die in het bewustzijn afspeelt. Mensen die maar niet doorhebben... Dat de oorlog dus bij mensen afspeelt en daarin niet kunnen zien wie goed is en wie slecht is. Zie ik gewoon met dit alles, echt de hele organisatie en... Is de criminele organisatie, het is blijkbaar een politieorganisatie. Leger, undercover, echt het RIVM, psychologen en al die onzin erbij. Zijn ze echt gewoon allemaal scripts aan het voorlezen? Hoe ze zich moeten gedragen, welke emoties erbij, in welke klemtonen ze moeten praten... Is het echt gewoon, uh, als politie niet ziet wat er allemaal speelt. Omdat het politie is, Allah. Maar uh, ze zijn allemaal regels aan het overtreden. Waarbij mijn mensenrechten, mijn burgerrechten. dat uh, ik niet snap dat de mensen niet uh, opgepakt worden. Ook al zijn ze in dienst, zijn ze allemaal in eten aan het horen me te beschermen. Ze horen me niet uh, het tegenovergestelde daarvan te doen. Je hoort niet, uh, als, als ik op wat dingen patent had, dan uh, was ik rijk geweest, kon ik mensen aanklagen. Nu ga, gebeuren dingen zo sneaky, kunnen ze dingen zo verdraaien dat bijna niemand het doorhebt Terwijl iedereen doet alsof ze wakker zijn. En daarom is het ook gewoon voor mij, dat krijg ik klaar ben. Ik weet niet of ik deze video mag uploaden, want ik had alles eventjes op privé. Ging ik ging video's weer terug van privé afhalen. In een video van 17 juni of zo, of 17 maart. Heb ik nu in één keer een blokkade op mijn Facebook? Een week. Nog acht dagen. D dat is geen week ten eerste hoor. Ja, het is een, een whatever. Ik heb mijn Facebook weggegooid. Ik heb geen zin om weer Facebook op te starten. Dus het is maar gewoon wat het is. Uh, iedereen is zo harteloos. Iedereen heeft zijn frequentie zo laag. Is alleen maar met al die smerige emoties bezig. Vinden het geweldig wat Chris, Inge en zo doen? Gaan met al die onzin mee. Laat zich echt spelen met de emoties, met de gevoelens. Gaan echt met een brainvak. Gaat iedereen zijn bed in om de volgende dag nog opstandiger en nog bozer te zijn op het systeem en de maatregelen. Want al die veranderingen kunnen ze maar niet aan. zijn er al bijna doorheen. 80% is gevaccineerd, heb er al twee in zitten. Dan je jullie net doen alsof er nog wat te winnen valt. Het is bijna klaar. Iedereen kan beter bij zijn ziel komen. En gewoon doorhebben. Wat voor smerig achterbak. Vies laag frequentie. Echt vieze vampieren zijn mensen. Gewoon gek aan het pakken energie binnenzuigen. En het is gewoon hatelijk als mensen dat via mijn script doen. En dan smerig dingen erin veranderen. Maar ja, ik heb gewoon gezien. Spiritueel gaan we dit uh, maar moeten oplossen. En iedereen die rond die Chris, Inge en alles hebt gehangen, dondersgoed goed weten wie erbij hoort. Want zelfs Jack met zijn gespierde spijker. Chris lijkt het dan niet op een gespierde spijker. Ga dingen inkleuren. Gaan het eerst spiritueel ga ik dit doen. Uh, we gaan wel de boel. Als de, en als de toren niet wil vallen, zorg ik wel dat die toren valt. En zorg ik dat die toren gaat vallen bij Chris in zijn huis.